Goedemorgen iedereen. Nou, ik ga weer een verhaaltje voorlezen. En dat is uit het boek Bij El Thuis, geschreven door Arnold Lobel. Voordat we gaan beginnen, gaan we dat verhaaltje aanblazen. Komen jullie blazen bij drie? 1, 2, 3. Vandaag gaat het over de doornstruik. Een oude dame liep naar de deur van haar huis. Ze huilde. Er kwam een agent aanrennen. Lieve mevrouw, zei de agent, waarom huilt u? Kom maar binnen, zei de oude vrouw. Dan kunt u zien waarom ik huil. Dikke tranen rollen over de wangen. Kijk eens, er groeit een doornstruik in de stoel. In de huiskamer, zei de oude dame. Hoe is die daar gekomen? Vroeg de agent. Dat weet ik niet, zei de oude dame. Op een dag ging ik zitten en voelde iets prikken. Ik stond op en daar was de doornstruik. Zien jullie dat? Arme mevrouw, zei de agent. Ik zal de doornstruik uit uw stoel trekken. Dan kunt u weer gaan zitten. Nee, niet doen, riep de oude dame. Ik wil helemaal niet zitten. Ik heb mijn hele leven al gezeten. Ik houd van mijn doornstruik. Ik moet huilen, omdat het niet goed met hem gaat. Ziet u wel, zei de oude dame. Hij laat zijn takken hangen. Misschien heeft de doornstruik wel dorst, zei de agent. Misschien heeft hij water nodig. Daar heb ik nooit aan gedacht, zei de oude dame. Ze goot water op de stoel. De doornstruik schudde en trilde. Er kwamen groene bladeren aan de takken. Er kwamen kleine knoppen naast de bladeren. De knoppen gingen open. Het werden grote... Wat zijn dit voor bloemen? Rozen. Prachtige gele rozen. Dank u wel, lieve agent, riep de oude dame. U hebt mijn doornstruik gered. U hebt mijn huis mooi gemaakt. Ze gaf de agent een zoen. En hij kreeg een grote bos... Gele, grote, gele rozen mee naar huis. Nou, dat was het verhaaltje. Kom je in mijn blazen bij drie? 1, 2, 3 blazen. Nou, vergeten jullie niet dat het elke woensdag online peutervoorlezen is. Ga naar Facebook. Naar bibliotheek en klik op de evenement. En daar kun je precies zien wat je moet doen. Nou, tot de volgende keer!